Afgelopen zaterdag voeren weer honderden versierde bootjes door de grachten tijdens Harlingen Ongeschut. De SAS, de grote sluis in de haven, wordt hiervoor dichtgedraaid, zodat de sluisjes in de binnenstad open kunnen en kleine boten een rondje door het centrum kunnen varen. Langs de kant stonden diverse muzikale en theatrale acts om de bootjesmensen te vermaken. Met name toen het duister van de avond inviel, leverde dit alles een prachtig schouwspel op. Getuige deze sfeerimpressie van Clemens van der Zet. Vanavond kom ik vanuit mijn eigen woonplaats Harlingen en we treffen het hier aan het begin vanavond, want het is hier zo goed als droog en dat hebben we ook nodig. Zoals altijd, prachtig weer, wat de voorspellingen ook zeiden, het is droog. En als we allemaal willen dat het droog blijft, blijft het droog.